Spakenburg speelde de eerste wedstrijd thuis gelijk tegen Volendam. Terwijl gastheer Scheveningen bij HAC wist te winnen. Voorzoen werd deze wedstrijd 1-1. En in 2020 won Scheveningen met 5-0 van Spakenburg. Aldogan scoorde toen 3 maal. De man zit nu op de bank. Het is de eerste kans en meteen een doelpunt. De 1-0. De goal gescoord door Freek van Eijk, 19 jaar. En dat is zijn eerste doelpunt voor Scheveningen. En zijn eerste in de tweede divisie. Kappen draaien, Werkman te laat, te wielen kansloos. En de voorsprong voor Scheveningen. Dat dus goed begint aan het nieuwe voetbalseizoen. Dekker met een goede voorzet van de Linde. Maakt er eentje tegen Volendam. En nu dus de gelijkmaker. Floris van der Linde. De verdediging van Scheveningen volledig de mist in. De bal over de hele van Dekker. Die heeft er zin in vanmiddag. Aardig combinatievoetbal nu van Spakenburg. Dat na de 1-1 beter in de wedstrijd is gekomen. Van der Linde legt terug. Olijven, Olijven. Met wat geluk. Maar wel een goede combinatie tussen Floris van der Linde en Olijven, de aanvoerder. Owuzu zit ertussen. Peters speelde in Spakenburg voor IJsselmeervogels. Maar dat is al bijna een voetbalverleden geleden. Dit is een goede 1-2. Owuzu kan doorlopen. Komt er de 2-1 aan. Dat is 2-1. De assist is van Van Eijk. En Owuzu, de verdediger. Olijven. Dekker wil een vrije trap. PRS wil er niet van weten. In de omschakeling is dan Scheveningen weg. Scheveningen dreigend. Ja, het is van iets te ver geschoten. Werkman brengt de bal terug. Afvallende bal. Opgepikt door Spakenburg. Dekker richting Van der Linde. Het is Van Zundert overgekomen van de treffers. Met de kopbal in de tweede helft in de ploeg gekomen. Bij Spakenburg. Dit is sterk. Heel erg sterk. Van de vlucht. Normaal gesproken een basisspeler. Oh, wat een kans zeg. Dit had zijn tweede kunnen zijn. Freek van Eijk. En die had de wedstrijd kunnen en moeten beslissen. De bal met de verkeerde voet aangenomen. En anders was het een koud kuntje voor hem geweest. Gomez Nieto. De ervaren speler Gomez Nieto. Overtreding van Werkman. Ten opzichte van de niet. Gele kaart ook voor de verdediger van Spakenburg. En zo zit het de ploeg niet mee. En hier de rode kaart voor de keeperstrainer van Spakenburg. Remco van Lopik. Vanwege aanmerkingen op de leiding van PRS. De wedstrijd gaat verder. Van der Linde gaat naar de grond. En dit is een gele kaart voor Van der Linde. Want het is in de ogen van de scheidsrechter geen overtreding. Ja, is het wel of geen... Nee. Het is ook geen strafschop. Ik denk dat Perez hier gelijk heeft. Beetje onrustige slotfase. Van de Putten. Van de Putten. Ja, ziet de wielen iets te ver voor de goal staan. Maar hij had door moeten lopen. De voordeelregel toegepast. Ja, dan ben je wel een fase beter dan de thuisploeg. Maar sta je nog steeds achter. Dan maar de lange bal. Richting, ja, richting wie? Richting Van Zundert. Richting Van der Linde. Opnieuw Spakenburg. En weer weggewerkt door de laatste linie van Scheveningen. Met een moeite wanhoop in de slotfase. Brinkman was dat met de voorzet. Afvallende bal. En dit is Dekker ineens genomen. En Van der Linde. Ja, die kon er niet bij, want die verwachtte de bal niet. Goede reactie van Van der Maten en Van der Linde. Het is ook meteen het laatste wapenfeit in de wedstrijd. Scheveningen wint opnieuw. Nu dus van het Spakenburg van Meijers.